naar Barende, Mats Jonker, waar baai je het meest van? Die gemiste strafschap of gewoon überhaupt het spel? Allebei. Ja, dat was wel een cruciaal moment natuurlijk. Als je bij de, sowieso de strafschap tegenkrijgt, een rode kaart. Kom VVV een voorsprong op zich terecht, denk ik. En dan, we knokken wel de tweede helft en we dwingen twee of drie heel goede kansen af. Ja, daarom dan strafschop en die moet je natuurlijk wel benutten. Ja, het is jullie eerste strafschop van dit seizoen en dan meteen op die manier. Jullie een soort off-day leek het wel vandaag. Ja, zeker de eerste helft. Ik vond het in de tweede helft meer knokken met 10 man. Dan kun je niet veel meer vragen. Je dwingt wel drie goede kansen af. Maar inderdaad, we zijn niet dezelfde. Ja, we zijn niet zo begonnen als de afgelopen wedstrijd. Dat balen we wel van. Ja, Meeuwis, jullie oude maatje van Roda, die speelde goed achterin. Hadden jullie moeite mee met als Malky en jij? Had ik het indruk? Ja, ik denk dat wij sowieso met z'n allen wel moeite hadden. VVV staat wel aan de velden op en kon je verwachten na de 7-0 een nieuwe trainer. Dat wisten wij van tevoren. Ja, dus ik denk dat wel, het ligt wel meestal aan onszelf. Is het een beetje onderschatting misschien? Nee, want wij kunnen niemand onderschatten met onze kwaliteiten. Dus zeg maar, wij moeten elke wedstrijd wel hard voor gaan. En ja, alweer zijn het cruciale wedstrijden als je dan, of punten. Als je de 1-1 maakt of strafschop, dan denk je zelfs dat we overheen gaan. En nu verlies je 2-0. Dankjewel.